Ze zijn het Nederlandse antwoord op Motorhead en timmeren al jaren aan de weg. Ze beschrijven hun live optredens als een volle geluidsaanval. En de titel van hun nieuwste album doet het ergste vermoeden: We Want Blood. Peter Pan, Speedrock. Peter, ja, het gaat goed, hè? Ja, het gaat super. Wij hebben voor aanvang van ons programma, vragen we altijd aan de band, speel even voor ons, dan vermaken we ons een beetje. Ja, dan willen we mensen vluchten, ja. Ja, die mevrouw gaat weer keurig straks op mijn stoel zitten. Ja. Hè, want u dacht, dit overleef ik niet. Om er even aan te geven dat dit de hardste band is die wij in bijna 6 seizoenen de wereldwijd door in onze studio hebben gehad. Hoe lekker is het om zo hard te rammen? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, vooral als mensen. Nou ja, meestal komen ze naar ons toe rennen, maar nou. Ja, vanavond is het even andersom. Ja, de rest was laaiend enthousiast. Ja, ja, maar voor de volksgezondheid heb ik iedereen gewaarschuwd. En meneer, gaat u ook weer aan tafel zitten of blijft u zitten waar u zit? Alsjeblieft. Ja, ja, toch wel. Oké, okay, prima. Nee, hartstikke sportief. Ja. Zo hard mogelijk, hè? Oké. Okay, vooruit. We Want Blood? Nou, dat laten we doen. Ja, wacht heel even tot ik met mevrouw bij de tafel ben. Oké. Oké. Peter Pan, Speedrock, We Want Blood! Is, mevrouw. Ze vindt het wel heel leuk, maar een beetje hard. Ze vindt het jammer dat het maar 1 minuut is.